laatst fietste ik naar school. Nou ja, ik fiets elke dag naar school. Maar toen ik dus laatst naar school fietste, hoorde ik opeens achter me: hé, kaaskop. Dit uitgeroepen door een groep allochtonen. Ik was niet verwonderd. Ik woon in Amsterdam-West, een wijk die voor een merendeel bestaat uit allochtonen. Daarna, aangekomen in Amsterdam-Zuid op school, maakte mijn vriend Philip een grap. Hij zei: wat is de overeenkomst tussen mensen en pannenkoeken? Nou, ik zelf heb geen idee. Als ze zwart zijn, zijn ze mislukt, zei hij hardlachend. Ik moest niet lachen, maar ook dit verwonderde mij niet. Racistische grappen hoorde ik wel vaker op school. Totdat ik Frits Droogstoppel ontmoette. Hij die de normen en waarden van vroeger kende. Toen hopend op verbetering. Hopend op de toekomst. Maar nu zijn we in de toekomst. En ook al zijn we vrij volgens de wet om onszelf te zijn, ziet hij dat dit maatschappelijk nog niet het geval is. En hij is boos. Boos op deze stand van zaken. Ik presenteer u Frits Droogstoppel. Verloren illusies zijn gevonden waarheden. 250 jaar geleden had ik de illusie dat er nu in deze tijd vrijheid zou zijn. En nu ben ik hier en u valt het bitter tegen. Zo'n 250 jaar geleden las ik de teksten die mijn vader van Sjaalman had gekregen. Ik maakte kennis met de ideeën van Montatouli. Ik werd gegrepen door die ideeën. Ik zag de onvrijheid die toen heerste en kreeg een ideaal beeld van de samenleving zoals die hoort te zijn, met vrijheid. Mijn vader, Batavus Droogstoppel, wilde de zaken houden zoals ze altijd zijn geweest. Zolang de winst van zijn bedrijf, hij was makelaar in koffie, Lauriergracht nummer 37, maar toen al. Hij zag mij als vervelende puber. Ik zag hem als bekrompen rendementsdenker. Althans, puber en rendementsdenker zijn tamelijk nieuwe woorden, maar in tegenstelling tot mijn vader hou ik daar wel van. In het Nederland van 2015 verwachtte ik vrijheid. En in eerste instantie was ik positief verrast. Mensen van verschillende bevolkingsgroepen leefden bij elkaar in dezelfde stad. En een gebeuren als de Gay Pride had er 250 jaar geleden absoluut voor gezorgd dat mijn vader zich had verslikt in zijn koffie. In de Tweede Kamer kan iedereen zeggen wat hij wil. Multatuli is een nationale held. Het leek alsof de droom van Multatuli een werkelijkheid was geworden. Verloren illusies zijn gevonden waarheden. Ik ben hier nu een tijdje. En eerlijk gezegd veranderde mijn mening stukje bij beetje. In de wet staat dat iedereen gelijk is. Dat er vrijheid van meningsuiting heerst. En dat discriminatie verboden is. Maar ik liep door Rotterdam. En ik zag een homo die in elkaar werd geslagen. Ik liep door Amsterdam. En ik zag marechaussee bij de synagoge. Ik liep door Den Haag en zag Geert Wilders. En met hem zijn aanhang juichen. Terwijl ze minder, minder, minder liepen. Iedere publieke persoon is als zodanig in zekere zin het product van zijn tijd. De publieke persoon Wilders is als zodanig in zekere zin het product van deze tijd en van ons land. Is er vrijheid als niet iedereen hand in hand kan lopen met zijn geliefde? Is er vrijheid als zolang men niet zonder gevaar zijn religie uit kan oefenen? Is er vrijheid wanneer een hele bevolkingsgroep niet welkom is? Er is pas vrijheid in een land als iedereen vrij is. En volgens de wet is dat zo. Volgens de wet is mijn ideale samenleving al werkelijkheid geworden. Maar vrijheid in de wet garandeert blijkbaar geen vrijheid op straat. We zijn er nog niet met alleen de wet. Verloren illusies zijn gevonden waarheden. En die waarheid is dat we er nog niet zijn. Hoofden van Nederland, om mijn verloren illusie terug te vinden, moeten we de waarheid onder ogen zien. Wie mag ik het woord geven, Jan? Beste hoofden van Nederland, u heeft zojuist de waarheid onder ogen gezien. Door deze twee, ik kan wel zeggen,
kleinste deelnemers aan deze finale, maar werkelijk grootste sprekers van deze hele dag. Heren, jullie hebben het geweldig gedaan. Hoofden van Nederland, laat je niet misleiden door de lengte van deze twee prachtige heren en zorg ervoor dat hun waarheid de echte waarheid van Nederland gaat worden.